een hele nieuwe video. In Amerika hebben ze heel vaak echt mega rare spulletjes te koop. En meestal zijn ze ook voor heel erg goedkoop te vinden. Dus in deze video heb ik allemaal unicorn spullen verzameld die maar $1 waren. Of dat goede kwaliteit is, dat weet ik natuurlijk niet. Dat gaan we allemaal uitzoeken in de video van vandaag. Maar allereerst heb ik nog eventjes een kleine challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven met je duim. Yes! Nou, in principe moet dit niet al te moeilijk zijn. Dus heb je het gedaan? Ja! Oké, dan gaan we nu door met de video van vandaag. Yes! Het is natuurlijk geen unicorn video zonder unicorn poep. Juist, hier kun je een heel leuk vrolijk drolletje zien in allerlei verschillende soorten pastelkleurtjes. Het ziet er super schattig en leuk uit, maar tegelijkertijd vind ik het ook wel een beetje apart. Als je gewoon eventjes bedenkt, jongens, wij mensen zijn gewoon poep van een dier aan het vieren. Op de een of andere manier vinden we het van eenhoorns wel leuk, maar je ziet niet zo heel erg snel olifantenpoep in de winkel liggen of zo. Maar oké, laten we gewoon eventjes kijken naar wat dit allemaal te bieden heeft. Oeh, oh, het is eruit. Ha, ik heb de poep gevonden. Tadaa! Allereerste indruk is dat het een beetje teleurstellend is, want hij is dus hol van binnen. Dat is echt heel erg apart. Ik dacht dat het een soort van poep squishy zou zijn of zo. En de binnenkant doet me een beetje denken aan een heel groot oor. Dat is toch zo ontzettend apart. Wat moet ik hiermee doen? Ik heb geen idee. Je kan het gewoon ergens op neerzetten. Je kan er naar kijken. Je kan er aan ruiken. Meh. Maar voor de rest is het niet zo heel erg bijzonder. Het is eigenlijk gewoon unicorn poep. Woehoe! Oké, dan gaan we nu door naar het volgende dingetje. En dit is unicorn finger puppet. Wow. Oeh, het is eigenlijk best wel een grote doos. Maar hij voelt super licht aan. Alsof er gewoon bijna niks in zit. Volgens mij heb ik wel eens eerder zoiets uitgeprobeerd. Maar ditmaal zitten dus allemaal tatoeages bij. Oké, hij is leeg. Nou ja, zeg jongens. Dat heb je nou eenmaal met dingetjes die vrij goedkoop zijn. Maar misschien is het product wel hartstikke leuk. Natuurlijk. Wow. Hier ligt een heel erg zielig eenhoornhoofdje. Dus laten we deze snel maar eventjes een lichaam geven. Gaan we natuurlijk ook pootjes aandoen. Oh, ze zitten eigenlijk best wel stevig op mijn vingers. Dus dat is fijn. Dan hier nog eentje. En de allerlaatste. Dus nu heeft hij 4 poten. Yes, hallo. Ik ben een eenhoorn. Alleen, hij kan waarschijnlijk wel een aantal leuke tatoeages gebruiken. Zoals bijvoorbeeld deze super gave vleugels. Nou, het is echt een hele tijd geleden sinds dat ik een tatoeage heb opgedaan. Hier is de tatoeage dan. En deze ga ik gewoon op de achterkant van mijn hand stoppen. En moet ik de achterkant even nat maken. Wow, oké. Ik ga hem eraf halen. Oh jongens, oh jongens. Oh, oh, de puntjes zijn er een beetje af. Maar, kijk nou. Wow, het is best wel goed gelukt. Het ziet er heel erg gaaf uit. Yes, de eenhoorn is nu een vliegende eenhoorn geworden. En nu kan hij natuurlijk lekker lopen en galopperen. Ugh, alles even weg. Zet je schrap, eenhoorn. 3, 2, 1. Oké, ik denk dat ik nog eventjes moet oefenen. Maar de eenhoorn hoeft natuurlijk niet alleen maar te galopperen, want hij heeft ook vleugels, dus hij kan gewoon vliegen. Woehoe! Hier heb ik een spa hoofdband in het thema van een eenhoorn natuurlijk. Want er zit zo'n heel erg leuk hoorntje bovenop. Volgens mij is het voor als je in bad gaat of zo. Maar wat is dan precies de functie hiervan? I don't know. Maar laten we gewoon even kijken hoe dit allemaal op me staat. Misschien is het wel super schattig. Yeah. Kijk nou. Oh, hij is wel heel erg leuk. Want hij heeft ook 2 van die kleine oortjes hier zo bij. Ik ga maar gewoon zo bovenop mijn hoofd zetten. Ta-ta. Oeh, staart er bovenuit halen natuurlijk. Zo, zit hij goed zo jongens? Hallo. Het is gewoon voornamelijk om je haren uit je gezicht te halen, denk ik. Oh, ik vind het echt heel erg leuk en super schattig. En ik denk dat je dit best wel gewoon als een kostuum kan gebruiken. Dus wat mij betreft hartstikke leuk. En dan gaan we nu natuurlijk iets heel erg spa-achtigs doen. En daarvoor heb ik deze Unicorn Bath Bomb Dust Kruimels. Dus eigenlijk is het gewoon een volledige bath bomb, maar dan helemaal verkruimeld in eenhoornkleurtjes. En... Oeh, wow! Oh my goodness, dat ruikt echt heel erg naar suikerspin. Ik vind het op zich wel een lekkere geur, maar ik weet niet of ik erin zou willen badderen. De binnenkant hiervan ziet er wel een stuk leuker uit dan aan de zijkant. Dus wat dat betreft is het ietsje beter. En dan is het nu natuurlijk tijd om het lekker te gaan uittesten. We gaan dit er maar gewoon in één keer helemaal ingieten. 3, 2, 1, go! Wow, hey, dat leek eigenlijk wel een beetje op een bathbomb. Oh my god, wat was dat? Oh nee, oh nee! Het is heel erg aan het groeien. Oh help, stop! Stop, ga terug. Ik hoop dat het niet helemaal gaat overlopen, jongens. Ja, het valt nog wel redelijk mee. Maar hoe gaaf ziet dit eruit? Al deze bubbeltjes en het paarse gedeelte. Echt heel erg apart. En een mooi effect geeft het. Ik ga er maar gewoon eventjes zo in.
Wow! Oh my god, dit schuim is zo heerlijk en lekker zacht. Deze bathbal heeft me eigenlijk best wel verbaasd. Dus wat mij betreft een duimpje omhoog. Woehoe! Oeh, ik heb ondertussen best wel veel dorst gekregen. Dus daarvoor heb ik dit hele geweldige eenhoornbekertje. Hoe ontzettend schattig en leuk ziet dit eruit, jongens. Allereerst heb je dus de dop en daar zit een heel groot eenhoornhoofd op. En dan kun je ook deze geweldige eenhoorntekeningen zien op de beker zelf. En ze zijn gewoon heerlijk aan het chillen en de zomer aan het vieren. We gaan hem gewoon eventjes openmaken en dan natuurlijk vullen met een drankje. En dan giet ik het hier zo in de beker. Oeh. Oh, hoe heerlijk klinkt dit. Deksel er natuurlijk weer bovenop. Kan ik er ook gewoon makkelijk uit drinken? Dat gaan we zien. Dus, here we go. En... Het smaakt heerlijk, maar dat heeft natuurlijk niks te maken met de beker zelf. Ik vind deze zo ontzettend geweldig. Hij zit goed in elkaar, dus wat mij betreft is dit een hartstikke goede deal voor maar $1. Het is nu tijd voor iets heel erg creatiefs. En ik kwam dit hele leuke boekje tegen in de winkel. Het is van My Little Pony en ik weet dat dat natuurlijk geen eenhoorns zijn. Dus ik deed hem gewoon open op de allereerste pagina en ta-ta-ta-ta. Ik zag een heleboel leuke eenhoorn My Little Ponies. En daarbovenop zie je dus een stift. En als het goed is, kan je allemaal verschillende kleuren tevoorschijn laten komen met deze ene stift. Het is dus een soort van magie en daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus, let's try it! Hier is de eerste pagina. Oh, ik ben zo ontzettend benieuwd. Ik kan niet wachten om het te zien. En I go! Wow! Oh my god! Hè? Hoe is dit mogelijk? Jeetje, jongens! Wow! Dat is zo ontzettend gaaf! Oh my god! Kijk, de achtergrond krijgt allemaal verschillende kleurtjes en zo. Hoe hebben ze dit gedaan? Ik snap er helemaal niks van. De eenhoorns zijn voornamelijk roze. Maar het is wel gewoon lekker vrolijke kleur. Oh, kijk. Hier is een leuke gele. Er komen af en toe wel hele mooie kleurtjes tevoorschijn. En heel soms trek ik dus een donker kleurtje over naar een andere. Dus dat is wat minder fijn. Maar het is en blijft wel heel erg indrukwekkend. Hoe bijzonder is dit? Oh, kijk. Dit wordt lekker roze. Met één gele letter zo in het midden. Oh, en deze is groen. Het is wel heel erg leuk om te ontdekken waar al deze verrassingjes zitten. Dus dat is helemaal geweldig. Ik ben heel erg hiervan onder de indruk. Dit is een unicorn katapult. Het ziet er echt heel erg apart uit. En hier heb ik nog nooit eerder van gehoord. Maar ik wil er wel mee spelen natuurlijk. Oh my goodness. Oh, ze voelen zo ontzettend slap aan, jongens. Zo ziet hij er dus uit. Het lijkt op een vliegende eenhoorn. En hij is aan de onderkant echt helemaal hol. Dus volgens mij kan je hier dan je vinger in stoppen. En hier kan je aantrekken en dan loslaten. Het voelt echt heel erg stretchy aan. Wow, kijk nou. Er blijft gewoon helemaal niks meer over van deze unicorn. Het is sowieso wel heel erg fijn en leuk om mee te spelen. Maar hoe ontzettend goed kan die katapulten? Dat gaan we nu eventjes uittesten. Ik ga gewoon richten op het lampje. Even kijken of het me gaat lukken. En go! Wow! Zagen jullie dat? Ik had gewoon de lamp bewogen met zo'n klein eenhoornspeeltje. Dat lijkt me best wel pijnlijk als je dat tegen je aankrijgt. Nou, ik heb er nog eentje over, dus ik ga het gewoon nog een keertje proberen. En go! Oepsie! Oh. Die speeltjes waren wel super leuk. Hartstikke geweldig om mee te spelen. En dan gaan we nu door naar de volgende. Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe een scheetje van een unicorn smaakt. Dus daar hebben we dit geweldige pakket voor. Hierin zit volgens mij een soort van suikerspin. Ik zie allemaal hele vrolijke leuke regenboogkleurtjes. En als het goed is, smaakt dit dus naar een unicorn scheet. Nou, dat kan natuurlijk niet anders dan hartstikke heerlijk smaken. Maar we moeten het nog wel eventjes testen voor de zekerheid. Zo! Wow! Het is echt heel erg plakkerig. En het ziet er niet uit als een normale suikerspin. Maar veel compacter. Het is gewoon blauw en roze. Dus wat dat betreft niet zo heel erg bijzonder. Maar hoe gaat het smaken? I don't know. Wow! Ik krijg ineens een mega flashback naar de kermis. Het smaakt wel ietsje anders. Maar op zich ook wel heel erg lekker en bijzonder. Nou jongens, ik moet eerlijk toegeven dat ik een fan ben van eenhoornscheetjes. En nu weet ik natuurlijk wel hoe ze smaken. Maar hoe klinken ze? Hier heb ik een unicorn scheetfluitje. Woe, een hele aparte verpakking. Een eenhoorn scheet in 3, 2, 1. Oké. Oh my god, dat klinkt zo ontzettend heftig. Is dit hoe eenhoorn scheeten echt klinken?
Eeuw, klinkt echt wel heel erg vies. Yes, je ziet dit gedeelte van de video en dat betekent dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En je kan dat bewijzen door het natuurlijk een duimpje omhoog te geven en de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw favoriete drankje? Ik vind zelf iced tea green tea echt heel erg lekker, maar ik ben vooral benieuwd naar jouw antwoord. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hier onder deze video. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!